Ja, u bent weer terug bij Cultuur in Actie. Bij mij aan tafel is inmiddels aangeschoven Mark IJsink-Smeets. Hij is festivaldirecteur in Tilburg. Yes. Maar voordat ik met u ga praten, zou ik heel even een beetje technische mededeling. Ik heb de regie in mijn oor zitten. En de dame in kwestie die zal dat vast heel goed doen, maar die heeft een hele heldere stem. Dus het is verder niet erg, maar het bloed uit mijn oorschelpen. In ieder geval. Ja, nu is ook meteen alles weg, maar dat is verder geen probleem. Dat is in ieder geval alles beter dan dit. Ik neem nog een jaartje vrij hierna. Ik hoor nu is het helemaal in orde allemaal. Mark IJsink-Smeets, neem me niet kwalijk voor deze kleine interruptie, maar anders dan had ik dit gesprek niet overleefd. U heeft een festival in Tilburg en dat staat volledig op losse schroeven door deze hele coronacrisis. Vertel, wat is... Ja, wij doen elk jaar een circus theaterfestival in Tilburg. Dat doen we altijd in de herfstvakantie, dus dat is in oktober. Ja. Wij hebben nog goede hoop dat we een festival kunnen maken. En we zijn natuurlijk enorm aan het puzzelen over hoe dat nu te doen. Want we hebben natuurlijk straks te maken met die anderhalve meter. Ja. En je moet ook nog je festival geëxporteerd zien te krijgen. Dus we zijn nu helemaal aan het omwerken dat we met andere tenten gaan werken. Waar andere soorten tribunes in kunnen. Dat die anderhalve meter kan. Maar het zal een stuk kleiner worden dan wat we normaal doen. Maar we vinden het zo belangrijk dat we straks mensen kunnen laten spelen. En eigenlijk is alles afhankelijk van of er in de komende 2 maanden een besluit genomen wordt. Dat de 100 mensen die vanaf 1 juli zouden kunnen, dat er tenminste 250 moeten worden. Maar goed, dan nog. Ik heb me laten vertellen, u heeft bijvoorbeeld ook een acrobatiek act. En ik kan me voorstellen dat die mensen gaan natuurlijk niet zeggen van ja, sorry, het was 1,5 meter. Nee. En dan, helaas. Of bij een trapeze lijkt me. Ja, precies, bij een trapeze lijkt me 1,5 meter toch van essentieel belang. Ja. Nee, dus wat je ziet, dat is bizar. We werken met heel veel internationale gezelschappen. Het zijn mensen die in verschillende landen woonachtig zijn of daar vandaan komen. Ja. Bijvoorbeeld komend jaar komende editie willen we een première brengen van een gezelschap van een aantal mensen die in Tilburg zijn opgeleid. Daar is een circusacademie. Ja. En die zijn gelaureerd in een Europees project. Die mogen nou een productie maken. Maar de ene zat in Spanje, de andere zat in Frankrijk. Eentje zat in Nederland en eentje zat in België. Okay. Nou, zie dat maar eens bij elkaar. Zie dat maar eens bij elkaar te krijgen. Nou, dat is via slinkse wegen toch nog wel gelukt. Die zijn nu dus net van de week begonnen met het werken aan die creatie. Maar die moeten dus echt een huishouden vormen met elkaar. Dus die moeten hun eigen lief maar even voorlopig in de ijskast zetten. Ja. En een huishouden vormen, want anders kan het niet. Maar u gaat dus een hele spannende tijd tegemoet. Ja, we zijn dus ontzettend aan het puzzelen de hele tijd. En met de veiligheidsregio nou aan het overleggen. Ja. We krijgen een heel raar festival. Want ook al kan het misschien straks doorgaan en kunnen we iets van 300 man in een tent zetten. Dan zijn dat 300 man op dat moment op het festival, ja. Die moeten eraf. Dan moeten de volgende 300 in de volgende tent. Ja, er is dus iets wat je eigenlijk niet wil. Maar omdat wij het zo belangrijk vinden dat mensen kunnen spelen. Al die artiesten die zitten gewoon al maanden op hun handen. Wat heb je er niet aan gedacht? Heeft u er niet aan gedacht om het een jaar uit te stellen? Nee, want daar zou het misschien nog uiteindelijk van kunnen komen. Maar als het even kan, dan kan je mensen laten spelen. En volgens mij willen de artiesten willen graag en het publiek wil ook en graag. En het publiek wil ook. Dus, ja. Dus weet je, ik zou het zo jammer, ik vind het zo jammer dat er al zoveel teruggetrokken wordt. Ja. En als we even kunnen, dan doen we ons best voor. Want nou, ik weet niet of er een filmpje klaar staat, maar we hebben dat gezelschap wat nu aan de gang is. Dat weet ik niet, maar dan heb ik nu dat fijne oor. Oh, ja, natuurlijk. Staat er een filmpje klaar, jongens? Kan iemand mij dat vertellen? Nee, er staat geen filmpje klaar. Nou, dat is jammer. Er was een klein clipje van dat gezelschap wat dus nu aan de gang is. Ja. Wat een circusvoorstelling op een laag water gaat maken. Dat wordt iets heel nieuws, iets heel anders. En dat wil je gewoon laten zien. Ja. Dat wil je gewoon ruimte geven. Tot slot, hoe heet het festival? Festival Circolo. Festival Circolo. En voor hoeveel mensen zit u hier vanavond? Wij tekenen voor 250 mensen. Want dat zijn de crew, onze vrijwilligers en de artiesten die we plek gaan geven. U gaat nu voor 250 mensen tekenen. Dank voor uw komst. En we hopen heel erg met z'n allen dat het doorgaat. Wij ook. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. U kunt tekenen. Ja. Wacht, ja. Thank you.
Maar dat is voor mij niet, hoor.